Goedenavond en welkom bij alweer de derde aflevering van VVOG Late Night. En nu niet vanaf het hoofdveld van VVOG, ook niet vanaf de vismarkt, maar bij Squash Harderwijk. En we hebben de meest uiteenlopende gasten van VVOG en DVS. En we gaan vooruitblikken op de derby. Dit is VVOG Late Night. Goedenavond en welkom alweer bij de derde aflevering van VVOG Late Night. Ook welkom aan mijn gasten in de eerste helft op deze voorbeschouwing van VVG DVS. Het orakel van VVG, zo wil ik je wel noemen, Laurens Sloot. Ook verslaggever natuurlijk voor Radio Nunspeet. Yes. En van de TC van VVG natuurlijk ook. Ook welkom aan Yasin Tas, wel een cultfiguur natuurlijk in de jeugdopleiding eerst bij VVOG en nu bij VVG 3. De spits die voor de doelpunten moet zorgen. Roald de Vries, natuurlijk ook al echt een DVS-legende. Hoe jaar speel je er eigenlijk al? 13 seizoenen. 13 seizoenen al, in de jeugd en even een kleine tussenstap en daarna weer terug bij DVS. Ja, de jeugd maar een paar jaar. Ja. En ook een welkom aan de nieuwe trainer van VVG natuurlijk, Raymond Schuurman. Goedenavond. Jongens, hebben we er al een beetje zin in? Begint de spanning al een beetje? Ja, eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ja? En ik denk ook wel wat revanchegevoelens. We hebben natuurlijk de slechte reeks bij VVG begonnen een beetje met de 1-0 nederlaag in Ermelo. En ik vond DVS wel iets sterker, maar misschien kregen wij wel de allergrootste kans van de wedstrijd nog via Bas Wolbes, die net van de lijn nog af werd gehaald. En in de slotfase wappert eigenlijk een vrije trap van Moro zomaar het doel in. Dus, ja, ik had het graag anders gezien. Dus ze mogen wat mij betreft zaterdag wel revanche nemen op de Wespen. Ja, VVG is uit op revanche. Rood, hoe zie jij dat? Hoe hebben jullie je voorbereid op deze derby? Ja, niet heel anders dan normaal. Nee, gewoon normaal trainen. Ja, dan gaan we het zien. Inderdaad, daar hebben we wel gelijk. En vorige keer was het een 0-0 potje. De grootste kans was vervolg. Dus kwamen we goed weg. Ja, het zijn niet de beste wedstrijden al die jaren, dus... We gaan het zien wat het gaat opleveren zaterdag. Maar jullie hebben het toch altijd wel lastig ook in die derby? Altijd, ja. Ja. Hoe dus, komt dat dan? Ja, geen idee. Waar ligt dat dan? Misschien ligt volgt ons niet echt zo, of ik weet niet wat het is, maar... Ik kan maar één mooie overwinning nog herinneren uit. Dat zal ik hier niet herhalen, denk ik. Of juist wel. Dat was die 0-6 dan? Die 0-6, ja. Ja. Maar verder heb ik daar nooit makkelijk gewonnen, nee. En vaker gelijk of verloren dan gewonnen. Ja, Yasin, jij staat natuurlijk langs de lijn bij VVG, DVS. Hoe ervaar jij altijd die derby's? Ja, natuurlijk enorm beladen. Er wordt al weken vooruit geleefd naar zo'n wedstrijd. Ja. En langs de lijn is het natuurlijk ook heel veel enthousiasme. Natuurlijk proberen de ploeg naar een overwinning toe te juichen. En als er dan wordt gewonnen, dan is het natuurlijk feest. En, dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk, maar... Eerst ervoor zorgen dat de 90 minuten goed verlopen worden. Ja, Raymond, jij bent natuurlijk nieuw bij VVOG. Heb je al iets een beetje meegekregen van die derby koorts bij beide ploegen? Nou ja, bij het team zeker. Dit was de slechtste training in de reeks van mijn trainingen. Dus er zat iets in de groep van, er staat iets op spel. Maar laat dan maar een slechte generale zijn. Hoe voel je bij VVOG? Voel je al een beetje thuis onder stroken? Ja. Nou, het voelt alsof ik al heel lang ben, maar volgens mij is het nu de vierde week. Dus dat groeit wel in, ja. Dus, we zijn nog wel zoekende. Die puzzel heb ik nog niet gelegd. Nee. Dat is best lastig. Jullie hebben 10 wedstrijden nu op rij verloren. Daar was jij natuurlijk niet die hele periode bij. Zie je wel dat er een ontwikkeling gaande is binnen het team? Ja, maar de pieken en de dalen zijn nog te groot. En ik wil niet zeggen dat wij veel pieken hebben gehad, maar we hebben een paar kleine piekjes gehad. Heuveltjes en eigenlijk te diepe dalen. Dus wat we in de ene wedstrijd opbouwen, breken we eigenlijk in de volgende wedstrijd weer af. En dat is heel jammer als je door wil ontwikkelen. Ja, dat is op allerlei gebied. Hoe kijk jij ernaar, Laurens? Jij zit natuurlijk ook in de TC, de VVG. Ja, we puzzelen ons ook suf. Hè? En het is ook een beetje wat Raymond zegt. Iedere week gebeurt er wel iets waardoor een wedstrijd, lijkt het wel niet onze kant opvalt, maar die van de tegenstander. En soms is het ook niet eens een echte wedstrijd, maar zoals tegen Harkemaanse Boys is er echt goed gevoetbald. En daar nam VVG voetballend het heft in handen.
En na de 1-1 denk je eigenlijk van ja, we drukken nu door. En ja, dan valt er eigenlijk een soort klutsbal valt voor de voeten van Harkema. En dan is het gebeurd. En je kunt ook niet zeggen het ligt aan de verdediging of aan het middenveld of aan, aan de aanval. Wat natuurlijk wel opvalt is dat er toch wel veel blessures zijn ook wel, en schorsingen bij bepalende spelers. Yassin Koert is al het hele seizoen geblesseerd. Thomas Vossenbalt is zelden echt wedstrijdfit. Ja. Jamie Bruinier is soms fit en dan kan hij 60, 70 minuten spelen, maar dan ook weer niet. Dus het is ook zoeken naar een vast middenveld. En je merkt dus dat er wel te veel eigenlijk automatismes ontbreken. En soms is het opeens zomaar weer terug. Hopelijk aanstaande zaterdag. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor Raymond en de staf lastig is om de vinger op de zere plek te leggen. Heb jij zo'n situatie ook wel eens meegemaakt, Roald? Dat het even helemaal niet liep en hoe moet je daar dan uitkomen uit zo'n situatie? Ja, dat ga ik niet verklappen. Maar dat mag na de wedstrijd weten. bij ons is het momenteel ook wel zoeken naar vastigheid. Dus ik herken het wel inderdaad niet echt in verliespartij, maar wel in een wedstrijd zelf dat je zeg maar de grip helemaal kwijtraakt. Afgelopen week hadden we het nog tegen Ajax. Ik speel een hele goede eerste helft, een tweede helft zak je heel ver weg. Qua niveau dat ik denk, kon je geen bal drie keer naar elkaar overspelen. En dan gelukkig uiteindelijk is het resultaat wel goed. Maar het voetbal is bij ons wel af en toe minder als afgelopen jaren. Je hebt ook natuurlijk een nieuwe trainer. Is het ook weer wennen? Weer wennen aan een nieuwe speelstijl? Niet echt. Hij doet eigenlijk de speelstijl die we daarvoor ook heel vaak speelden. Gewoon 4-3. En herkenbaar voetbal, wat Davis eigenlijk altijd op de mat heeft gelegd. Dus dat is heel fijn, maar inderdaad is het wel even nieuw, want er spelen toch weer andere spelers. Maar hij gunt andere spelers nu wel speeltijd, die onder de vorige trainer niet speelden. Ja, dan moet je toch even weer kijken van, hoe gaan we dat invullen. Maar inderdaad, ook wij zijn wel zoekende naar vastigheid, om toch makkelijker een wedstrijd naar ons toe te trekken. Ja, Raymond, kijk jij naar DVS? Heb je ze al helemaal kapot geanalyseerd? Nee. Ja, kijk, op zich is dat ook heel simpel hoor. Je kunt wel kijken naar je tegenstander, maar volgens mij moeten wij puur en alleen de focus op onszelf hebben. En dat betekent voetballen, maar dat betekent ook in mentaliteit, in strijdlust en dat soort dingen. Als we dat eerst voor elkaar hebben, en voetbal is heel simpel. Als je zorgt dat waar de bal ook is, dat je daar bent, dan heb je de grootste kans om een bal te veroveren. Dan heb je ook de grootste kans om een doelpunt te maken. En als we eerst dat nou maar zorgen, dat we dat voor elkaar hebben, dan maakt het niet uit of wij nou tegen DVS of Harkema spelen of Excelsior uit. Wij hebben in elke wedstrijd nog steeds fases dat we gewoon goed spelen, dat we kansen hebben, dat we ook wel op voorsprong kunnen komen. Maar wat Laurens ook terecht aangaf, hij valt wel heel vaak net de verkeerde kant op. Ja. En dat heeft ook wel te maken met vertrouwen. En daar heb je een overwinning bij nodig. Jullie missen zaterdag Basil Kamara, onder andere Roald, privéomstandigheden. Ja. Dat is ook natuurlijk wel een groot gemis voor jullie. Ja, absoluut. Ja. Maar op zich, Mark Bouwman vult dat tot op heden prima in. Ja. Hoe was dat voor jou eigenlijk altijd, Jassien? In de jeugd ook bij VVG natuurlijk, heb je ook best wel veel derbies denk ik gespeeld. Ja, dat was een speciale wedstrijd. Ja, kijk, in de jeugd leeft dat nog niet zo enorm. Ik moet zeggen, je kent dan wel wat vrienden en die kom je dan weer op het veld tegen, dus dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat het vooral, zeker in nu zo'n periode, dat VVG staat op de laatste plaats. DVS speelt natuurlijk om promotie naar een tweede divisie. Er staat heel veel belang op het spel, dus daar komt veel meer bij kijken, dus dat gaat ook veel meer leven. En ik denk dat gewoon prachtig is, als je dat als speler mee kunt maken en ook als trainer zijn hoor. Dus, Is het doel nog steeds die promotie, Roald? Hoe realistisch is dat ook, als je kijkt naar hoe jullie de afgelopen weken hebben gespeeld? Ik denk nog wel steeds realistisch, Ik denk al jaren hikken we er tegenaan, maar het muntje bij Vogel niet goed valt in de wedstrijden, valt voor ons ook aan het eind van het seizoen niet goed. Ik bedoel, ik kan nog een wedstrijd winnen tegen Vogel, dat zij in minuut, 90, 92 scoren, waardoor wij de periodetitel door ons neusje werd gedrukt, dus elke keer worden we derde, tweede en dan hebben we geen periodetitel. En ik hoop dat we dit jaar plek 2. Want ik denk dat Sparta het, ze zijn niet goed gestart. Maar het gat is nog steeds dusdanig groot dat ik niet verwacht dat ze dat weggeven. En hoop dat we plek 2 vasthouden. Zodat je gewoon automatisch mee gaat doen om de play-offs. En dan eens kijken hoe ver we het kunnen schoppen.
Ja, Robert had het net over die wedstrijd al, Laurens. Die 1-1. Dus misschien ja, jou nog wel herkenbaar. Ja, Guido de Graaf. En ik zal niet zeggen dat we dat verdiend hadden toen. Want volgens mij was het de enige echte kopkans. Ja, de keeper Kornberg was man of the match. Ja. Maar goed, het was ook niet zo dat DVS die wedstrijd heel veel produceerde. Dus ik kreeg eigenlijk wel heel makkelijk een penalty. En dat maakte ook al een hoop bij VVG los. Maar dat was zeker pech voor DVS. Dus dat vond ik niet zo erg, moet ik zeggen, toen ik naar Harderwijk ging. Maar ik kon me voorstellen dat het in Ermelo dat niet zo fijn was. Dus, ja. Jongens, dit was de eerste helft van de voorbeschouwing op de derby. We gaan even een wissel doorvoeren. Dus bedankt Robert en bedankt Raymond. En zometeen komen Milan Mos tegen en Piet Smit aan tafel zitten. Welkom bij de tweede helft alweer van de derby voorbeschouwing op VVG DVS 33. Aangeschoven zijn Milan Holstegen, verdediger van VVG natuurlijk. Yes. Nu 3 wedstrijden denk ik. Ook dat je je debuut hebt gemaakt bij VVG. En een spion is aangeschoven hier bij ons. Piet Smit, ja. Goedenavond ook. Ja, goedenavond. En jullie hebben gespioneerd afgelopen Ja, we week. Hebben gespioneerd, ja. We dachten, ja, we moeten toch wat doen als DVS TV zijnde. Want ja, jullie hebben natuurlijk nu... Late night behoorlijk mee gescoord, al 2 keer en vanavond de 3e keer. Dus we moesten wat terug doen. En dat hebben we gedaan met dit filmpje. En we hebben gespioneerd. Ik heb er heel veel van opgestoken. Ja? Ja. Zo wat? Of ga je dat niet verklappen? Hebben we dat eventjes aan de trainer Ik denk dat VVOG met 10 verdedigers gaat spelen. Ja. Ja, dat is verdedigende training. Een compleet nieuw systeem. Ja. Waren jullie zenuwachtig als jullie dachten van het zit helemaal niet goed en we moeten toch maar een keer echt gaan spioneren? Ja, zeker. Ja, ja? Zeker. We hebben respect voor de groenen. We zeggen wel altijd van alles wat groen is moet gemaaid worden. Maar we hebben toch ook wel respect voor die mannen. Want ja, dat blijkt, de laatste 4 wedstrijden hebben we niet gewonnen. Ja, 1 keer gewonnen. 1 keer gewonnen. Mooi hoor. Ja, een beetje met geluk natuurlijk. Ja. Ja. En ja, die 0-6 die zit nog wel steeds lekker ergens hier in die pan. En dat gaat er nooit meer uit. En dan hoor je al die DVS over richting die derby. Ja. Milan, kan jouw eerste derby worden? Was je verrast toen je hoorde dat je debuut mocht maken 3 weken geleden? Verrast weet ik niet heel zeker. Bij de vorige trainer zou ik ook, toen hij eruit ging, zou ik ook basis gaan spelen. Maar ja, ik zat er wel aan te komen denk ik als voetballende verdediger om voor het eerst basis te spelen bij VOG. Dus ja, ik denk dat ik dit seizoen alleen maar met de stijgende lijn ben meegegaan. Ja. Dus dat is alleen maar positief. En je hebt de hele jeugd natuurlijk doorlopen bij VVG. Dan moet het extra speciaal zijn als je dan eindelijk je debuut mag maken. Ja, zeker. Vooral mijn baasdebuut thuis tegen Harkema. En gewoon op de strookel voor het eerst voetballen. Maar ja, dat was wel lekker. Ja, Sien, heb jij Milan ook meegemaakt in de jeugd of zo? Of ken je hem ook al vanuit de jeugd? We hebben een paar keer samen getraind. Ja, toen ook wel gezien natuurlijk wat voor voetballer het is. En ja, natuurlijk ook bij VVG geldt, de jeugd heeft de toekomst. Dus Milan is natuurlijk, kan ik niet onder stoelen of banken steken. Ja, Milan is ook een goede vriend van me, dus ik gun het allerbeste ook in zijn ontwikkeling. En ik hoop dat hij nog heel veel wedstrijden gaat schoppen. Ja, Laurens, ben je ook trots dan als TC? Ja, natuurlijk. Begin dit seizoen mochten 4 talenten eigenlijk stage lopen. Milan onder andere, Mark Bottenheft, Max Jansen en Jona de Bruin. En de trainer van toen, Pieter Mulders, die zag daar gewoon groei in. En ze mochten ze dus alle 4 aansluiten. Nou, Mark heeft al zijn basisdebuut gemaakt en dus ook Milan. Nu dan als centrale verdediger. En kijk, hij is best lang geblesseerd geweest. Dus ook een beetje bij mij uit de picture. Hij heeft toevallig bij mijn oudste zoon in de klas gezeten. Dus dan volg je het altijd wel een beetje. En de laatste keer dat ik me echt had zien spelen was nog een talentvolle rechtsbuiten. Dus hij is wel een beetje in positie gegaan. Maar ik moet zeggen, hij is wel een voetballende verdediger. En dat liet hij tegen Harkema ook zien. Hij stak regelmatig het middenveld over. En daar hou ik wel van. Is natuurlijk ook risico, maar... zo moet het wel gespeeld worden. Ja, dan staat er nu alweer een derby voor in de Milan. Ben je dan extra zenuwachtig al? Ik heb er al wel in de jeugd heel veel meegemaakt. Dus ja, maar dat is toch wel iets anders als je gewoon bij een eerste elftal zit. Dan al de mensen eromheen die er naartoe leven. En je merkt wel dat het iets belangrijker is dan in de jeugd. Wat verwacht je van de wedstrijd?
Ja, zoals je aan de ranglijst ziet, staan we er niet heel best voor. Maar ik denk dat dit een wedstrijd op zich is. En ja, het kan knotsgek gaan lopen. Maar ja, ik hoop natuurlijk op een overwinning. Ja, Piet, jij hebt natuurlijk enorm veel ervaring in die derbies. Je hebt er echt, hoeveel heb je er al meegemaakt, denk je? Ja, diverse. Ja. Ja, diverse. Ik zou werkelijk niet weten hoeveel, maar... Te veel. Ja, ja. Maar wat verwacht je van zaterdag? VVOG is natuurlijk een tijdje de wat mindere geweest. Die speelde een klasse lager en toen had je niet die derbies. Derbies zijn eigenlijk van de laatste 5 keren, de laatste 2,5 seizoen, mag je wel zeggen. Daarvoor was er helemaal geen sprake van derby, want was DVS een klasse hoger. Wat verwacht je van zaterdag? Zaterdag? Ja. Verwacht ik weer een moeilijke pot. Het hangt ervan af. Het eerste kwartier, als DVS het eerste kwartier scoort en Vog gaat daarna proberen de zaak te herstellen, dan loopt DVS naar 3-4-0 uit. Duurt het langer? Duurt het een half uur, dan gaat Vog steeds meer moed daaruit putten, denk ik. En dan kan het heel lastig worden. Maar DVS leest de wedstrijden meestal al redelijk goed. Tweede helft. In de laatste jaren niet echt. Tegen in die derby. Wat? Dan hebben ze toch altijd wel last in 2-4-G. Dan kunnen ze die wedstrijd toch niet altijd even goed lezen. Nee, precies. Ja, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Maar de wedstrijden die ik dit seizoen gezien heb, daaruit viel me op dat de tweede helft DVS steeds de zaken behoorlijk onder controle had. Behalve dan tegen Ajax. Dat was even een dip. Heel gek. Dat vond ik eigenlijk bijna onverklaarbaar. Dat kwam ook door wat omzettingen van Ajax. Dat zijn natuurlijk wel hele slimme spelers. En Ajax is gegroeid in deze competitie. En ja, uiteindelijk was ik heel blij met de 3-2 overwinning nog. Ja. Ja, die derby is dus in een paar jaar terug eigenlijk, Laurens, tussen DVS en tussen VVOG. Is die derby ook in die aantal jaren meer gaan leven, denk je? Nee, dat denk ik. We hebben natuurlijk wel heel veel tegen elkaar gespeeld. Het was een beetje altijd stuivertje wisselen. Dus zeg maar, tot 10 jaar geleden was het vaak, speelde DVS af en toe hoofdklasse en dan weer niet. Dus was hij af en toe er wel. We hebben toen natuurlijk nog een beslissingswedstrijd gespeeld tegen DVS. De uitslag weet ik niet meer, maar we zijn er wel ingebleven. Dacht het wel, hè? Marco Roelofsen scoorde in de winnen. Ja. In Putten. DVS heeft natuurlijk een jaartje topklasse denk ik gespeeld. Ja. En uiteindelijk toen de stap naar de tweede divisie niet gemaakt, toen promoveerde VVOG niet. En nou ja, het heeft voor mijn gevoel altijd wel geleefd. En eigenlijk zou je ook willen dat die derby ieder jaar gespeeld wordt. Ja, hè? Ja. Maar het zou heel goed kunnen dat VVG komend jaar toch een klasse lager moet spelen. Of DVS een klasse hoger. Het kan ook allebei tegelijkertijd gebeuren. Ja. Maar goed, weet je, aan de andere kant, DVS is nog zeker niet gepromoveerd. En wij zijn ook nog zeker niet gedegradeerd. Uiteindelijk is het gat richting PD maar 4 punten. En VVG moet ook nog tegen Sneek en Dovo. Ik sluit niks uit. Ik kan me een seizoen of 6-7 geleden herinneren. Stond op een gegeven moment ook onderaan. Zag er vrij hopeloos uit. En toen kwam Marco Roelofsen zelfs nog terug. De laatste 5 wedstrijden. En toen miraculeus begonnen tegenstanders te verliezen. Ja. Wij begonnen te winnen. En 5 wedstrijden later waren we helemaal vrij. Dus nou, dat laatste zal nu een beetje moeilijk zijn. Want de afstand wel heel groot is naar de nummer 13. Maar PD, daar moeten we gewoon met z'n allen voor gaan. Ik ben zo benieuwd hoe het met de team spirit is. Na 3 van zulke nederlagen na de winterstop. Hoe? Kunnen we aan Milan vragen natuurlijk. Ja, Milan. Ja, je merkt jullie daarmee om? Ja, het is lastig natuurlijk dat je wel zo goed mogelijk uit de winterstop komen. Ja. En dan gelijk hoek uit met 6-0 op je kloten is niet heel lekker. Nee. Dus je merkt wel dat er wat opkomt, maar het wilt er nog niet uit. Het wilt er nog niet uit. En dat, wat Laurens al een keer heeft gezegd, ja, we moeten gewoon even 1 overwinning hebben. Ja, en dan gaat het vanzelf wel weer leven en dan komt het vertrouwen weer terug. Ja. En dan merk je ook wel dat het voetballend ook wel wat lekkerder gaat. Ja. Hebben jullie daar in Zeeland alle hoeken van Hoek gezien? Nee, ik ben niet langs Goes geweest. Ik ben alleen langs Hoek. Alleen langs Hoek. Ja, zeker. Oh, mooi. Maar ik vind aanstaande zaterdag wel een mooi moment om het zelfvertrouwen terug te krijgen. Zeker weten. Dat zou ik wel echt leuk vinden. Ja, natuurlijk. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar ja, goed. We zijn benauwd. Daarom spioneren we ook. Ja, jullie hebben alles trekken uit de kast eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja, verwacht jij de omkeer? Zaterdag? Nou ja, ik verwacht wel het een en ander natuurlijk.
Er is al heel veel over besproken vanavond. Wat kan ik er nog aan toevoegen? We moeten gewoon een hechte collectiviteit vormen op het veld. Supporters en iedereen achter de club. Ze strijden voor elke meter en de focus blijven houden. Ja, dan zou ik niet weten waarom wij niet van DVS kunnen winnen. Komen er nog sfeeracties van de supporters? Heb jij nou ik ben nergens van op de hoogte. Misschien dat Milan... Ik heb geen flauw idee, ja. Af en toe, toen ik niet speelde, hield ik me nog wel mee bezig. Maar dat zit er dit jaar niet in. En komt DVS dan weer met een helikopter overvliegen? Straaljager misschien, dat weet ik niet. Maar, Er staat niks op die planning. Nee, er staat F-16. Nee. Die bloemenactie was wel legendarisch natuurlijk. Ja, is legendarisch. Die helikopter. Zeker. Ja, maar... Ja. Het resultaat was niet naar van hand. Ja, je weet natuurlijk niet of dat samenhangt. Hè? Dus, maar ik vond het wel een mooie actie. Dat is een hele mooie actie. Ja, absoluut. En jongens, we gaan het zien. Ja. Dat is uiterlijk natuurlijk. Prachtige derby. We kijken er allemaal naar uit. Ja. Dit was het alweer. PVG Late Night, de derde editie alweer. Alle gasten bedankt. Ook Raymond en Robot op de bar. Lukken natuurlijk ook. Hartstikke bedankt. Dit was het weer. Allemaal tot zaterdag. En jij ook bedankt. Ja, geen probleem, Piet. Hartstikke leuk. Dankjewel. Helemaal top. Tot zaterdag. Yes. Hey!